Hoe belangrijk is deze overwinning voor jullie, Jeroen Veldmaten? Ja, kan je zelf wel een beetje invullen, denk ik. We moeten ook niet al te veel terugkijken, denk ik. Maar ja, dit zijn wel weken waarin veel is gebeurd. En waarin het niet altijd over voetbal is gegaan, helaas. En daar hebben wij uitstekend op geantwoord, vind ik. Dus ja, dat is het beste wat je kan geven aan, aan jezelf, aan de supporters, aan mensen binnen de club. Dus het beste antwoord. Groeide het vertrouwen bij jullie in deze wedstrijd eigenlijk met de minuut ook door hoe de tegenstander zich ging gedragen? Ja, nou ja, je ziet gewoon als jij zelf, nou ja, zoals wij spelen dan, wat meer naar achteren en daar echt, als ze in het blok komen, daar gas geven en kort op de flikken zitten en duels winnen. Ja, dan zie je dat je zelf in de wedstrijd groeit en dat de tegenstander gefrustreerd raakt. En dan moet je wat geluk hebben met de mogelijkheden die je afdwingt. En ja, dat deed Linssen wel geweldig. En dan groeide er nog meer in. Jij stond vandaag tegenover Colin Kazim Richards. Hoe lastig is hij voor een verdediger? Ja, dat is een lastige spits. Hij is ijzersterk. En als je eenmaal in de tang bij hem zit of hij voelt je, ja, dan maakt hij slim gebruik van je. Maar ik vind dat wij dat heel goed hebben gedaan. Hij zoekt in de rust jullie kleedkamer op. Wat gebeurt daar precies? Heb jij dat niet meegekregen? Nee, totaal niet. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Oké, nou, gelukkig, dan valt het mee. Nee, maar ik dacht dat jij daarbij in de buurt stond. Nee. Wij vragen jou natuurlijk ook omdat je oud Spartaan bent. Hoe volg jij die oude club van jou nog? Ik moet wel zeggen, de eerste, zo gaat het wel vaker. De eerste jaar, eerste twee jaar. Ben ik er ook nog wel eens geweest. En omdat er dan ook nog wel veel jongens speelden waar ik zelf heb gespeeld. En nu is dat eigenlijk alleen, Steve Nieuwendaal nog. En Voskamp, waar ik bij Helmondsport mee heb gespeeld. En even heel kort bij Sparta, maar die vertrok al richting Polen. Dus dat wordt wel minder. Trainerswisselingen, andere mensen bij de club waar ik goed contact mee had, die zijn ook weg. Dus ja, dat gaat een beetje automatisch dat minder wordt. Maar ja, ik op een of andere manier blijf je ze wel volgen. Je houdt de stand wel in de gaten. En ik vind het ook wel mooi hoe het nu gaat. Is Heracles een club waaraan Sparta een voorbeeld kan nemen qua hoe tegelijkertijd ooit gepromoveerd? En Heracles, oké, dit seizoen in degradatie ook, maar de laatste jaren gewoon stabiel geweest. Ja. Is dat een voorbeeldclub? Ja, kijk, ik weet ook niet het fijne ervan. Ik ben er natuurlijk een jaar geweest en daarin probeer je als voetballer natuurlijk vooral te focussen op wat er binnen de lijnen gebeurt en in je elftal. Ja, ik denk dat het voor Sparta voornamelijk van belang is dat het rustig boven wordt, is en dat er één beleid wordt gevoerd en dat je je daaraan vasthoudt. Nou, ik heb wel het gevoel dat nu met Pastoor daar is. Ja.